kan me nog goed herinneren dat ik de dag voor het bloedonderzoek televisie aanzet om nog even lekker te relaxen. En ik was best wel wat gespannen, want je gaat toch naar een bloedonderzoek en dan uitgerekend dit zie je dan op televisie. Een dag voor haar onderzoek naar diabetes wordt Maaike geconfronteerd met het verhaal van Jolanda van den Broek. Door diabetes is zij blind, haar nieren functioneren niet meer en haar been is geamputeerd. Ja, ik schrok enorm bij het zien van die beelden en ik wist dat het een heftige ziekte was. Maar als je dan toch die beelden ziet, dat is gewoon confronterend. Ik heb met mezelf toen één belofte gemaakt. Dit gebeurt mij niet. De volgende ochtend krijgt Maaike in het ziekenhuis te horen dat ze diabetes type 2 heeft. Ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. En dat terwijl ze pas 28 jaar is en heel sportief. De vloer gaat onder je voeten vandaan en nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat klopt niet. Het voelde ook redelijk aan als falen. Het gevoel dat je er misschien zelf iets aan had kunnen doen. En dat wordt dan met name veroorzaakt door het beeld wat je bij type 2 mensen hebt. En dat staat in de media omschreven als het ongezonde levensstijl en de ouderdomssuiker. En nou, vooral dat ongezonde levensstijl. Ik beweeg juist wel. En dat is dan zo jammer dat dan wel zo wordt neergezet. Want dat is wel het stickertje wat op mijn voorhoofd nu staat. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen realiseren dat het iedereen kan overkomen. Dat duidelijk is. Dat het inderdaad niet die chipsvretende vetzak op de bank hoeft te zijn. Maar dat het gewoon, ja, iedereen kan het overkomen. Het kan topsporters overkomen, het kan jou overkomen, het is mij overkomen. Iedereen kan het overkomen. En dat is gewoon heel belangrijk om dat tussen de oren te krijgen. Ik sta nog maar aan het begin, maar ik weet dat er misschien ooit een moment komt dat ik ook met die complicaties te maken krijg. En dat is wel confronterend. Dan denk je terug aan die beelden en denk je, nee, ik wil echt niet dat mij overkomt. Ik wil niet blind worden, ik wil niet een voet, een been of wat dan ook missen. Vorige week maandag is Jolanda overleden aan de gevolgen van diabetes. Iets wat vandaag de dag helaas nog steeds gebeurt. Vecht mee voor een diabetesvrije toekomst. Word donateur van het Diabetesfonds voor €4 per maand. Bel 0800 1747.